you see, there's a bit of Noah Lang inside. Look, Neil is getrokken. Is dat mijn titel, de Drip Goal? Ja, hij zit in de building. My car! You need tips from me. Harry Kane! Mijn bek is shotten. Mm-hmm. In plaats van die roep, op verkeerde prijs. Oh, Boncha! I don't like Icelandic rotten fish. Such a fastfood, I can't hold it. Het is een droom, hè, deze jongens. Spitse training van Luc Mullis. De verliezers poetsen de schoenen. Heeft er wat van Ronaldo in? Oh. Dat is heel slecht nieuws. Is het mogelijk om in één jaar tijd profvoetballer te worden? Ik ben Thijs ondertussen al een beetje in vorm en nooit hoger geraakt dan vierde provinciale. Maar nu, op mijn 28e, wil ik het toch nog een allerlaatste keer proberen. Hij zit hier al, hè? Echt, matje? Hoe met u? Je hebt de vest gedaan. Zullen we dat boven eens gaan unboxen? Dus, een beetje context. Ja. Ik gedraag mij al als een voetballer. Ik praat als een voetballer. Ik speel bijna als een voetballer, maar ik moet er ook nog uitzien als een voetballer. Daarom heb ik de Drip God van Cercle Brugge gevraagd om mij te helpen. Is dat mijn titel, de Drip God? Vanaf nu wel. Amai, amai. Ik heb in samenwerking met Fatma. Ja. Dat is iemand die ik ken, zij is styliste. Ik heb haar gevraagd of zij mij kon helpen. Ja. Ik heb zelf eigenlijk nog niet gezien. Mijn vriendin heeft al eens gekeken, heeft een paar keer gezegd. voilà, de eerste trui. Dat is helemaal niet Thijs, maar... Nee, hè. Hoe zou je een mens stellen om te krijgen? Maar gewoon een beetje... Echt... Een brave Vlaming. Het is een brave Vlaming, maar je ziet er goed uit, hè. Je ziet er goed uit, hè. Merci. Dat is iets dus wat ik echt nooit van mijn leven zelf zou kiezen. Nice, hè? Zo wat Italiaans zo. Dat is heel nice. Zo, throwback naar uw intertijden. Oei, 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 oei. Ik ben een hele grote Air Max fan. Ready? Oeh. Ja, die zijn wel dik, man. Ja, dat zijn de patas. Dat gaat niet. Simpele jeans. Jo. Bij de jeans, ja. Bij de jeans. En 90s loose. En Massimo Dutti. Oeh. Dat is mooi. Dat is ook heel nice. Een beetje chic. En dan het laatste zeker nog. Oei. Ah, dat zal de O geweest zijn van mijn vriendin. Leather pants. Dat is heel nice. Voilà, ik ga me achter dat gordijn verstoppen. Nu zouden we eigenlijk wel zo'n muziekje moeten hebben. Hè? Kan je dat er niet bij editen zo? Ja, sowieso. Ja, kijk, hij moet wel een beetje presence ook laten zien, snap je? Hij is in de building. Maar Fatma heeft goede outfits gekozen, dus dat zal wel goed komen. Tromgroffel. Hé, hey, dat is wel nice. Dat is heel nice. Nee, die broek staat jou wel. Ja, nice. Aangenaam verrast. Shout-out naar Fatma, ze heeft dat goed gedaan. Ah, dat is beter, hè? Ik vind deze nicer, hè. Goed, hè? Dat is nicer, hè. Pas op, kijk. Deze... Maak wel geluid, maat. Deze moet er wel af. Very Italian. Dit is Italiano. Ja. Zo, morgen naar Leuven. Ja, ja. Aankomen. En zo met één... Blending in. En zo één lijken, is dat toch zo? Mm. En zo'n tasje. Een tasje erbij. Klaar. Ja, deze is de fiets. Ik ben trots. Trots, ik ben trots. Het thema van de aflevering is afwerken. Ik raak tegenwoordig in spelsituaties vaak op de juiste plek, maar ik trap hem nog niet altijd binnen. Dus... Bij OA Leuven en bij Patro IJzen gaan we leren om die een bal in een net te knallen. We're gonna do some finishing exercises. To test him a little bit how far he's at this moment. Now it's time to kill him. Let's see. You have to see the way you, hoe zijn lichaam gebruikt om de keeper in het zak te zetten. Dat was indrukwekkend. So if I'm not mistaken, I get a warm-up round and then I have to do better, huh? Okay. Wow! Ah ja, controle. Wow! Twice in the top corner, hè? Voor en voor! Hoppla! Oh, nee.
landen. No, dat is voor een voor. Voor een voor. Congrats. There's no tips I can do this. You need tips for me? Yeah. How you did it? Thanks. But the last one was a bit lucky. Nah. No, but the first two were really top corner. Huh? One more. So try to. Yeah, you need when to you receive them. It's a pitch. Oh, that's a good one. Ready. Right. How are you gonna do better? What? You already have 4 on 4. Yeah, yeah. I can. Actually, I can go home already. Yeah. I think. Minus one. Oh. Zero. I should have stopped yeah. when I had you the chance. Do better. I got overconfident. I think the one in the center is the hardest. Yeah, because it comes a bit yeah, like this. It comes this. A bit bumpy, yeah, it's true. And you have everything to lose. Yeah. So next one. De bedoeling is dat je gaat loskomen. Dus je komt maar los. Zorg dat de tegenstander in je rug zit. Ik speel in, jij kaatst. Ik stuur, kaatsen, ik stuur jou in de 16. Ik got this. Oh, that touch. Hold off. Yes. Drive it. Hop. Yes. Score it. Wow. First one was a bad pass. Better than you. Yeah. That's true. The last one was really good. I have more precision in my left. But more power in right. And maybe that's the reason. You don't need the power. Remember the first two you had? Yeah. In the first, there was no power in it. Huh? No, no. Yes. Let's feel. Nice. Yes. Yep. Oh. Nice, Johnny. Yes, body check. Close, close, close. Good. Oh, very good. Yes. Don't score. Don't score. Oh. Oh. My God. Yes. Good. Good finish. Yes. Oh. Lekker goed opgelost. Oh! Did you get the mob? Dutch. Oh, love that. You already thought it was a goal, huh? Yeah, again. Yes. Zet je gewoon deze kant voor. Yes. Twee. Goed. Kom, één op één. Kom, 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 kom. Afwerken. Nice. Two touches. Yep. One. Four. One. Go. Oh. In. 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 Yes. Pas maar, kom. Probeer maar. Goed erom. Oh. Nonchalant. 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 Quelqu'un qui s'en fout de tout. You see, there's a bit of Noah Lang inside. Yeah, I see, I see. Today is a good day. One. Go, go, go. Oh, no, 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 no. Yes! Oh! Great one. Done. This one's for you. Thank you, thank you. But you didn't look at him. No. Just ball, boom. If you're that close in the game, you're not going to have time to look. And then yeah.
Or you have to look before you go? Yeah, of course, it comes situation like this, but I think normally you're not going to have the time to look at the keeper, look down, and then decide. Just have to trust your instincts. Nog één oefening? One more? Yeah? Is good? Okay. No mind game now. So we have to start trash talking. Yep. Don't like Icelandic rotten fish, I'm sorry. Well, and it's opposite or opposite side, yeah. Yellow, orange, orange. No. No. Okay, let's start again. Yeah, white, yellow. No. Come on. John, please. Orange, yellow, yellow, orange, white, blue, orange, yellow, yellow. Go. Oh, great. That was nice. Heel, oranje. Heel, heel, go. Go, go, go. Why? I didn't look now. Yeah? Last one. Ready? Yes, bit. Heel, heel, oranje, oranje. Blauw, heel, heel, oranje. Doe maar, doe maar. Moeilijke bal. Wow! Nice, very good. Zama Cristiano Ronaldo, ja. Zama, genre. Zama, ça veut dire genre, je suis comme Ronaldo. Zama, je suis comme Ronaldo. Well done. Me too. But the thing I really have to learn, the problem is when I'm here. It comes here, I will miss it. Yeah, but that's probably because you're already thinking about the shoe celebration before you get the ball. Of course. But that's just the focus. Thanks a lot. Thank you too. I learned a lot. It's a pleasure. Viva. Dank je wel. Bon, zware training gehad vandaag. Ik ben altijd doodsmoe en ik heb heel weinig zin om dan echt nog uitgebreid te koken. Dus hebben we dit. 15 minuten bereiding, 20 minuten in de oven. Perfect, hè? Kwartiertje werk. En dan goed wat chappen. Dat is weer jongerentaal, sorry. Dus Gert Verhulst, als je dit ziet en je zoekt nog jong talent voor Njam TV, bel mij. No, er zit puree in. What the fuck? God damn. Totaal niet gesponsord of zo. Deze, potje puree. Kippen gehakt voor de protein. Moncha. Dat was hem. Dikt goed, hè? Nog wel laten inkoken. Delicioso. Wil je dan mijn geheim weten? Een klein beetje spicy oil in de korst. Voor die extra flavor time. Dan in de oven, hè? Wat gaan we doen? Documentaire van Noah Lang zien. Ziet er goed uit, hè? Hoort je dat? Amai, dat is wel goed. Ja. Done. Bekke shotten, godverdomme. Heerlijk, joh. Ik had huiswerk gekregen. Ja. Ik heb 50 stickers laten maken. Hoe is dat? Ik ben die overal aan het achterlaten. Opdracht 2 was 100 keer dikke shotten schrijven. Jawel. Wat doet dat als je dat aan het doen bent? Wat doet dat eigenlijk met jou? Denk je dan bij jezelf van, wat ben ik hier in godsnaam mee bezig? Nee, ik vond dat dat heel vlot ging. Ja. Dat heeft mij 10 minuten gekost. Een goede full focus gehouden. Een goede full focus. Weet je wat je hier eigenlijk gedaan hebt? En dat is de reden die erachter schuilt. We zitten neuroplastisch te denken. Mm-hmm. Neuroplasticiteit, dat is eigenlijk, je hoort daar het woordje plasticine in. Hè? Mm-hmm. We kneden je brein. Ja. Zodat dat deeltje wat we het vaakst gebruiken, ook het makkelijkst kunnen naar boven brengen. Ja. Door dit zo vaak te gebruiken, komt dat naar boven. Stel je voor dat je in een mountainbike spoor gaat rijden. En je wil dat volgen en je bent in het midden van dat bos. En dan denk je ergens van, oei, raak je daar terug uit? Ik ben hier het bos ingereden. Dus dan zoek je je weg terug en dan, oké, ja goed. Oh. En dan opgelucht, ik ben er terug uit. Ja. En dat is eigenlijk een beetje ook dat een netwerkspoor in je brein werkt. Mm-hmm. Als je nu spreekt over een gewoonte, dan is dat omdat je in dat bos al wel eens geweest bent en dan de volgende keer wil je toch maar zeker zijn dat je er ook gewoon vlot uit geraakt. En dan gaan we zo dat traject meer en meer en vaker doen. Het is ook zo op die manier dat een stukje waar we vorige keer over spraken, dat stukje zelfsabotage,
ook zijn weg heeft gevonden. Ja. Dat is een beetje een sluipmoord naar die binnengekomen is en dan nog eens een keer en nog eens een keer en nog eens een keer. En door dat te gaan schrijven zeg je tenminste, oké, ik wil die gedachte nog wel eens een paar keer herhalen. En nog eens herhalen. En ik ben aan het stickertjes plakken. En ik heb een tekening gemaakt. Waardoor dat je na verloop van tijd, want ik heb nu al wat langer, je ziet dat het oude traject zelfs minder sterk is dan het nieuwe. Dat oude gaan we nooit uitvegen. Dat is ook niet erg. Er is wel een uitdoving. Ja. Maar echt weg gaat dat nooit zijn. Maar het gaat wel op die manier latent zijn dat je het niet meer moet gebruiken. Waardoor dat jij het nieuwe spoor, wat je hier actief aan het maken bent, heel sterk in jou laat meeregeren. Eigenlijk wordt dat je interne stem die nu jou pusht. Ja. Mijn bekken shotten. In plaats van die roep, godverdomme thuis. Dus jij bent je brein letterlijk aan het kneden. Aan het kneden. Oké. Okay. Stapje per stapje, mentaal sterk aan het worden. Maar ik wil jou natuurlijk aan het werk blijven zien. Ik heb hier in een to-do'ke opgeschreven. Visualiseer. Shoot, assist, 16, early cross, lateral cross, crossback. De niet-smooth-meditatie, die wil ik ook zien. En dan naar uw zelfobservatie. Wil ik even gewoon dat je me feedback kan geven. Imposter or improver. Ja. Dat is al belangrijk. Dat is waar. Goed. Goed. Top. Dank je wel. Dank je. Zo is het. Ja, merci. Loopt goed, jongens. En nu terug over naar de training, hè. Dat ik eigenlijk een paar slitsenis moet kopen. Je hebt dat eigenlijk allemaal hier liggen, maar ik heb dat eigenlijk nooit mee. Slitsjes? Ik heb dat niet. Dat is toch essentieel onderdeel van een prof? Blijkbaar, ja. Misschien toch eens naar Mechelen Village straks. Een pitstop. Mooi. Coach, hey. Dat is mooi. Geluk. Wat staat er op de planning? Lopen. Oké. Okay. Zijn dat graag doet. Zoals ik nog kan ontbijten dan. Ja. Ja, dat teken ik. Maar jij nog plaats op je lijst? Eén zeker. Ja. Ik kom dan na half tijd af. Zoals dat je wilt. Beide knieën. Ja, rechts erger. Rechtsvoetig? Of links? Tweevoetig. Ja? Op mijn niveau. Dan merk je dat deze wel lekker zijn steden. Ja. Zie je wel meer moet trainen. Wat is dat? Schoon, hè? Zo'n vleeskuif. Je ziet toch nog iets te veel vet. Ik krijg spitsentraining van Luc Nilis. De beste speler waar R9 ooit mee heeft samengespeeld. Okay. Als we de YouTube-video's mogen geloven. Dat is toch zot eigenlijk. Spitsentraining van Luc Nilis. Nils! Wie had dat ooit gedacht? Het allerlaatste moment dat je schiet, moet je eens proberen vandaag om alleen maar te kijken als je de bal ziet raken als je hem trapt. Ja. Waarom? Omdat dan jouw balans altijd perfect is. Kijk wat er gebeurt als ik gewoon van hier moet trappen en ik blijf naar de bal kijken. Ja, je lichaam gaat naar de goal. Wat gebeurt er als ik dat niet doe? Of over of naast of. Omdat ik uiteindelijk een balsport dus één belang is de balcontact hebben, het voelen van die bal. Ja. En dat vergeet iedereen, helaas. Maar daar draait het om. Ja. Dat is een kei goede tip. Dat is een droom met deze jongens. Spitsentraining van Luc Nilis. Legend of the game. Een spel! Oké. Dat was de bedoeling, hè? Voel je een verschil, hè? Ja. En dan gaat het gemakkelijker, hè? Oké. Ik heb erop gekeken. De laatste stap was de goal. Ja. Dan kan je niet kijken. Oh, nee. Daar was alles fout. Dan mag je hem ook terug uithalen, die bal. Ja. Als die niet goed komt, in de wedstrijd ga je dan ook niet trappen. Nee, dat is dan haal je hem uit. Ja, speel. Oké. Probeer niet door te zakken als je trapt. Ja. Want je zakt iets door waardoor je kracht kwijt bent. Maar voetbalspelletje, dat moet je denken. Lekker shot.
gewoon, hè. De Krillis zegt het ook. Oké, nog één serie. Ja. Oké. Had je nu had gekeken naar de doelman voordat je trapt, had je hem korte hoek geplaatst. Ja. Ja, je moet dan veel denken. Ik weet nu niet tegelijk. Leuk. Het is een rustige training, heb ik het gevoel. Ik wou weer komen dribbelen, maar dat zit er niet in vandaag, denk ik. Goeie bezetting voor de goal. Wat up. Oh, amai. Mooi bal, ja. Hij zit er voor de key. Zet hij eruit. Zo gepakt, hè? Leuk. Ja. Teflon merchant. Oh, misschien toch een spita in mij. Spita, oftewel spits. Benzema is een spita. La finition, je kunt choisir een exercice. Oké. Okay. Dus jij mag kiezen welke je wil om met te eindigen. Kijk, pak waar ik het moeilijk mee heb, zelf. Een bal die eigenlijk van daar zo wordt gegeven. Ah, vanuit de draai. Ja, vanuit de draai. Weet je wat ik dan? Ik zou die dan een metertje opschuiven. Ja. Anders zit je al te ver in de 16, denk ik. Het gaat vooral om die steekbal, hè, vooruit de draai. Ja. Je kaatst. Dus krijg je kaats en dan ben ik weg en krijg ik hem zo. Maar je gaat niet zo, maar je gaat zo. Ik weet het niet, dat moet ik aan u vragen. Wat zou jij doen? Wat denk je? Erachter. Waarom? Dan ziet hem niet. Oké, voilà, erachter. Nu blijf je in het zicht van hem. Hè. Als je dit gaat doen, dan weet je, ja, die gaat u blokken of die gaat dit of dat doen. Ja. Maar... Oké, okay, goede afsluiter, goede oefening. Ja, oké. Okay. De verliezers poetsen de schoenen. Anders heb je geen uitdaging. Wat is dat? Ja. Nu ga ik niet meer zeggen, want nu ga ik tegenover. Oh! Ah, leer man. Zot. Is dat nog pakt? Ah, leer, hoe kan dat nou? Oh, ik blijf missen. Geef me een aandrinkjes. Nu gaan ze zien binnenvliegen, hè. Ja, ja, ja. Zo voel ik mij als ik mijn AA drink. Dat is drie, hè? Ja. Ja, maar ik denk. Heeft er al iemand geen drie? Nee, zeker. Wie? Iedereen heeft al drie. Oké, ieder nog eentje. Oké. Okay. Sure. Oh. Putain. Nice. Ik heb heel bruikbare tips van u gehad, oprecht. Ik vond dat je goed deed. Dank u. Soms een beetje, maar dat is normaal, hè. Het is wat gewenning nog veel, hè. Even die rust zoeken voor het doel, maar ja, eens als je dat had, heb je er wel een paar achter elkaar goed kunnen maken, hè. Heeft hij wat van Ronaldo in, hè? Ronaldo skills. Ik heb ook ingetapte knieën. Daar begin ik bij, hè. Dat heb ik niet gezien, hè. Nee, maar ik moet oprecht, ik zeg je heel eerlijk, het is niet iemand die niet kan voetballen. Hè. Hij heeft toch wel een bepaalde slimheid in zich, meestal na een slechte. Was een goede. Had, wacht je er wel terug bij van waar moet ik mee op focussen? En dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè. Ik vond het leuk, ey. Ik hoop dat jij dat hebt. Keileuk. Van die foto, hè? Ik vond het keileuk. Dat is belangrijk. Ik kan niemand een foto trekken, want hij is echt wel een droom. Je hebt misschien al gezien dat ik af en toe een beetje krom loop. En daarom zijn we vandaag bij Jim's Wielrijk voor een loopanalyse in de hoop om dat op te lossen en mij dus nog sneller te maken. Dat is toch de bedoeling. Ik hoop wel dat ik vooruit geraak, want ik heb op training bij Mechwa deze ochtend een serieuze stamp gehad van Zebba. Mabo. %. Nice. Ah ja, 69, juist. Voor blessures moeten we dan effectief die rechterkant gaan optrainen. Ja.
Het is momenteel 1 maart als ik dit opneem, mijn deadline day. En ik heb gisteren het zotste half uur, denk ik, in de traject al gehad. Ik denk dat ik rond 7 uur gebeld werd door mijn makelaar. Na gesprekken met meerdere clubs, dat we een club in eerste amateur hadden gevonden die mij wilde aansluiten. 10 minuten later word ik gebeld door de mensen bij Move to Cure. Want ik had een echo van mijn patellapezen laten nemen. En ja, daar was het advies om een inspuiting in mijn 2 knieën te zetten en PRP-behandeling, waardoor ik dus 4 tot 6 weken zou oud zijn. En dat heeft ervoor gezorgd dat dus dat contract bij die eerste amateurclub niet is doorgegaan. En dat betekent dus ook 4 tot 6 weken niet voetballen. Dat is heel slecht nieuws. Maar bon, dat hoort erbij, denk ik. Vind ik een mooie afsluiter.